Bij buitenlandse zaken, hè, in Nederland. Ik weet niet wat voor mensen daar werken, hoor. Maar daar zitten een paar gasten. Die zitten elke middag een slaappilletje erin te gooien. Of daar zitten een paar gasten. Die hebben zo'n fles whisky in hun la. En die zitten elke dag even gelukkig te hijsen. En wat dat ziet me daar een potje te pitten en te slapen bij buitenlandse zaken. Daar word ik dus helemaal niet goed van. Want vrienden, we zien weer die lijst met die reisadviezen. En dan staat Spanje, staat daar nou steeds niet op als zijnde groen. En dat begrijp ik ook wel een beetje, want er zijn nog behoorlijke gedeeltes rood in Spanje. Maar wat buitenlandse zaken zou moeten doen, en dan denken jullie bij jezelf, ja, jij zal hier wel weer voor betaald krijgen. Nee, ik krijg hier geen cent voor. En liever zie ik ook niet al te veel Nederlanders hier naartoe komen. Maar luister even goed. Ik weet dat jullie thuis zitten in Nederland en jullie zitten te denken, waar kunnen we nog naartoe? Waar kunnen we nog heen op vakantie? En, hey, kijk even met me mee hier. Hey, hallo. Het regent hier zonnestralen, vrienden. Neem dat van mij aan. En dan denken jullie, oh, kan ik daar niet naartoe, waar Harry is? Je kan hier naartoe. Alleen buitenlandse zaken wil dat nog niet toegeven. Want dit gebied is, vrienden, kijk even met mij mee. Kijk hier, wat zien we hier? Hier, wat zien we hier? Wat is dat? Groen! Het is hier zo groen. Als je maar wil weten, groener kan het niet dan dit hier. Dit is het gebied tussen Valencia en Alicante. Hier is het groen. Hier moet je naartoe. Hier, ik ga je nog even laten zien waar het groen is. Kom met me mee. Hier, loop met me mee. Hier, loop met me mee. Hier. Wat is dit? Wat is dit? Wat zien we hier? Is dit groen? Of is dit groen? En zo groen zijn we hier. We zijn hier niet oranje en we zijn hier niet rood. We zijn hier groen. En buitenlandse zaken, hou op met dat gestreuk daar. Stop met die pillen en stop met die whisky. En hey, vertel aan de Nederlanders dat ze hier, naar dit gebied, tussen Valencia en Alicante, dat ze hier ongestoord op vakantie kunnen.